De Strategische Beleidscommissie Modernisering en Verzelfstandiging Rechterlijke Macht zal eind van deze maand de nieuwe moderne conceptorganisatiewet voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie aanbieden aan de Nationale Assemblée. Dit zei Hofpresident Iwan Rasulbaks gisteren tijdens de openingszitting van het Hof van Justitie. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie en Justitie en Politie en de Orde van Advocaten. In de nieuwe wet en de opzet daarvan zal er snelrecht komen voor straf en civiele zaken van geringe omvang, impact door de alleensprekende kantonrechter met beroepsmogelijkheden bij de rechtbank. Voor zaken met gemiddelde en grotere impact komt er een rechtbank met enkelvoudige, respectievelijk meervoudige kamers, met beroepsmogelijkheden bij het Hof van Justitie tegen de beslissingen van de rechtbank, de alleensprekende of meervoudige kamer. De rechtsbescherming van burgers in ambtenarenzaken en belastingzaken wordt in eerste aanleg ingebed bij de rechtbank enkelvoudige kamer met beroepsmogelijkheid bij het Hof van Justitie. En de rechtsbescherming van politieke ambtsdragers wordt in eerste aanleg ingebed bij de rechtbank meervoudige kamer met beroepsmogelijkheid bij het Hof van Justitie. De Hofpresident zegt dat er op meerdere niveaus leiding gegeven zal worden aan een nieuwe rechtbank met enkelvoudige en meervoudige kamers met beroepsmogelijkheid bij het Hof van Justitie. Dit alles zal gelaagd aangestuurd worden door rechters, oftewel leden van het Hof.